De Republic Bank heeft in verband met haar sociaal-maatschappelijk programma The Power to Make a Difference meubilair gedoneerd aan 3 scholen. Het gaat om de Sint-Theresia School te Mongo, de Johan Schellius School te Redidoti en OS Bigipoika. Het meubilair is vervaardigd door Stichting Umpiking en is bestemd voor de bibliotheken van deze scholen. Stichting Umpiking is een werkplaats die stage, opvang en arbeid biedt aan mensen met een beperking. Er worden onder andere meubels vervaardigd, fietsen gerepareerd en boeken verzameld voor de verkoop. De stichting heeft dit project het vorig jaar ingediend bij de bank. Het project heeft 54.000 SAD gekost, meldt de bank in een persbericht.